Gisteren bij de politieacademie werd Brian Isaacs geïnstalleerd tot korpschef van Korps Politie Suriname. Isaacs liet weten dat hij alles in het werk zal stellen, zodat Korps Politie Suriname goed zal functioneren. We voeren nu terug naar het moment. Waar staan we nu? Het Korps Politie Suriname functioneert in een constant veranderende samenleving. Een samenleving die vrij complex van aard is, moeilijk in te schatten is, beïnvloed wordt door zelfgepromoveerde deskundigen en niet zeldzaam het nationaal en algemeen belang uit het oog verliest. In één adem noem ik ook de sociale mediakanalen die gretig gebruikt worden om vaak meer negativiteit te verspreiden dan positieve of opbouwende kritiek te leveren. Deze aspecten leggen een toenemende druk op politiezorg. Nota bene in een bestuurlijk systeem waarbij de middelen schaars zijn. Deze uitdagingen noodzaken ons tot creatief leiderschap, ten einde invulling te geven aan de visie die verankerd is in het meerjarenbeleidsplan van het Korps Politie Suriname 2022-2027. Dank u. Vraagstukken over integriteit herstel, beter dienstverlening aan de gemeenschap, human resource, voorspelbaarheid van beleid, transparantie van beleid, samenwerking, maar ook integer politieleiderschap zijn belicht in het document welke leidend is in de criminaliteitsbeheersing. Excellentie, creatief leiderschap en een visie alleen is lang niet voldoende om duurzame politiezorg te kunnen bieden. Naast een gerichte aansturing van de korpsleiding is het noodzakelijk dat de centrale overheid de nodige diepte-investeringen pleegt in het korps. Dit is niet alleen wenselijk, maar noodzakelijk om betere resultaten te kunnen behalen. Immers draag ik mede verantwoordelijkheid dat het politiewerk op een veilige manier wordt uitgeoefend met de nodige arbeidssatisfactie. Security and stability are factors in society which contributes to the development of society and its people, as we already know. The korpschef en het management team zijn vastberaden om te doen wat binnen ons vermogen is om de motivatie onder het personeel te verbeteren. Het stelselmatig inlopen van rechtspositionele aangelegenheden van het personeel zal verder aangepakt moeten worden. En hierin heeft de minister van Justitie en Politie een doorslaggevende rol te vervullen. Er zullen harde besluiten worden genomen om de organisatie goed op rails te krijgen en de discipline te herstellen. Hiervoor vraag ik de nodige ruimte van de centrale overheid en het bestuur om het beleid van het KPS met het managementteam uit te voeren. Tegelijkertijd verwacht ik standvastigheid en ondersteuning van leidinggevenden als ook de Surinaamse Politiebond en de Bond van Burgerpersoneel om het geheel tot een succes te maken. Wat is de focus de komende tijd? Natuurlijk zijn er verwachtingen ook met inachtneming van de ontwikkelingen in de olie- en gassector.
een zero tolerance benadering in de aanpak van de harde criminaliteit. Maar het voeren van een intern beleid gericht op correctie van normafwijkend gedrag. Preventie voor de leefbaarheid. We zullen meer moeten werken aan de voorkant in de aanpak van de criminaliteit. Het project buurmanagement ondergaat thans een revisie. En we rekenen op de samenleving om ons daarbij te ondersteunen bij het aanpakken van de criminaliteit. See something, say something. Maar ook de samenwerking op nationaal niveau met vooral overheidsinstanties of diensten die een rol vervullen in het voorkomen van criminaliteit, alsof ondersteuning kunnen verlenen bij de bestrijding van het criminaliteit en resocialiseringsproces na het plegen van criminele daad. De focus is ook gericht op de directe police-to-police samenwerking met politie van bevriende landen, waaronder Guyana, Brazilië, Colombia, Frankrijk, Nederland, Verenigde Staten van Amerika, Canada, China, Zuid-Korea, India, Verenigd Koninkrijk, als ook nieuwe partners. Maar ook het consolideren van de samenwerking met de internationale veiligheidsorganisaties, waaronder CARICOM IMPEX, de Federal Bureau of Investigation, US Homeland Security, de Drug Enforcement Administration, United Kingdom Crime Agency, Interpol en de Association of Caribbean Commissioners of Police, ACCP. Ik wens te benadrukken dat samenwerking niet een teken van zwakte is, maar eerder een aspect om op effectieve en efficiënte wijze de samenleving te dienen. En hiertoe behoort ook de internationale samenwerking met buitenlandse politiediensten, vooral bij de bestrijding van de ernstige vormen van criminaliteit, zoals de grensoverschrijdende criminaliteit. Ter versterking van het operationele zal onder eindverantwoordelijkheid van de korpschef ingezet worden op specialistische trainingen voor het personeel. Zulks om de kennis en vaardigheden van het personeel te verhogen ten einde grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, waaronder drugsmokkel, mensenhandel, mensensmokkel, illegale wapenhandel, cybercriminaliteit, corruptie, ondermijning en witwassen effectiever aan te kunnen pakken. Er wordt ook gedacht aan trainingen voor de inlichtingendiensten, de rechercheafdelingen, drugsbestrijdingseenheden, de mobiele eenheid en overige interventie-eenheden. Immers, you are as good as your last training. Fouten in de praktijk laten noodzaak blijken voor herintroductie van integrale beroepsvaardigheden en technieken. De zogeheten IBT-training en de training Defensive Driving. Het opleiden van een nieuwe lichting van het arrestatieteam, welke zwaar qua tijdschema is achtergelopen, zal worden afgerond met ondersteuning van de AGIN. Dat is
Groep de Intervention de la Gendarmerie Nationale. Of zo u wilt, de National Gendarmerie Intervention Group. Ook solide wetgeving is hierbij van belang. Met de verwachte goedkeuring van de wet bijzondere opsporingsbevoegdheden kan Suriname voldoen aan een aantal aanbevelingen van de Caribbean Financial Action Task Force, CFATF, en zodoende een betere rating krijgen voor de eerstvolgende follow-up evaluatie die voor het vierde kwartaal van dit jaar staat gepland.